Ik werk bij de GGD Hart voor Brabant. Wij bevorderen de gezondheid. We willen graag dat iedereen gezond is. En we zoeken dan mensen in de wijk op, zoals bijvoorbeeld de Ketting, die daar ook aan meewerken. Stichting De Ketting is een onafhankelijke organisatie. Wij beheren gebouwen in wijken. Dit is een van onze wijkgebouwen. Mensen uit de wijk komen hier voor contact, ontmoeten, allerlei activiteiten. En wij stimuleren eigen initiatief en dat ondersteunen we ook. De moestuin is ontstaan omdat een aantal vrouwen die vraag aan mij stelden van kunnen wij hier tuinieren. En we zagen hier een mooi groen grasveld liggen en wij dachten hier moeten mooie planten en groenten groeien. Het bijzondere vind ik hier dat van alles eigenlijk samenkomt. Het sociale, eigen initiatief van mensen, verschillende doelgroepen die je in de wijk tegenkomt, die zijn hier actief. Het is positief, het is levendig en je merkt dat ook aan de mensen dat ja, als ze binnen zijn en ze plukken hier iets en ze eten samen, dat is gewoon geweldig. Basisschool Panterij is een school midden in de wijk, Groenewoud. En wij doen met verschillende projecten mee, onder andere Brede School. Maar ook via de GGD zijn we betrokken geraakt bij dit project over gezonde voeding, Snoephagen. En de betrokkenheid binnen de wijk is daardoor heel erg groot. 18K is simpel uitgelegd een reïntegratiebedrijf die in opdracht van onder andere gemeente Tilburg reïntegratietrajecten doet voor mensen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt. De moestuin is een initiatief van GGD en de Ketting. De Ketting, daar werken wij veel mee samen. Dus toen bij aanvang van de samenwerking was eigenlijk de moestuin was het eerste project waarvan gezegd werd van god, kunnen jullie daar de coördinatie van je opnemen? Nou, dat leek me een geweldig leuk idee. Dus vandaar dat we meteen ja gezegd hebben en daar de coördinatie van zijn uitgevoerd. De tuin die loopt als een trein. Er zijn heel veel mensen die hier graag komen tuinieren. Die zetten peterselie, bieslook, planten in de tuin. Ze praten met elkaar. Het geeft heel veel verbinding, heel veel gezelligheid en daar word ik ontzettend blij van. Wat ik bij de mannen in de moestuin heel duidelijk merk is dat het werken een hele goede manier is om met ze in gesprek te komen over onderwerpen die anders best lastig bespreekbaar zijn. Dus eigenlijk is het komt er een soort natuurlijk proces op gang waardoor je al werkende gaat praten over dingetjes die jij en ik misschien pas na de nodige borrels zouden bespreken met elkaar. Het is positief, het is levendig en je merkt dat ook aan de mensen dat als ze binnen zijn en ze plukken hier iets en ze eten samen, dat is gewoon geweldig.